mensen, Krijn hier en het is vandaag tijd om de Boostbox van Temple Forest te openen op de hoop dat we nog meer vette pulls gaan vinden zoals deze gouden Iron Leaves. Omdat we nog maar één opening eerder hebben gedaan zijn er echt heel veel kaarten waar we nog naar op zoek zijn en mijn grote chase is natuurlijk de Metagross illustratiekaart of de Gengar Full Art. Die vind ik ook echt super gaaf. Ook gaan we op zoek naar nog meer van deze nieuwe vette paarse Ace Spec kaarten. Blijkbaar mag je deze maar één keer in je deck stoppen en zijn deze best wel powerful. En dan gaan we gewoon gelijk in deze box duiken. Ik ben echt mega excited. Ik vind het ook super gaaf dat Pokémon lekker innovatief is met nieuwe manieren om het spel te spelen. En met het uitklappen van de Boosterbox wil ik jullie laten weten dat de video gesponsord is door Yamakards. Yamakards is een nieuwe sponsor. Ik ken ze omdat ze bij meerdere events hebben gestaan. Ik heb leuke gesprekken met ze gehad en ik vind het gewoon echt super toffe mensen. Hele leuke webshop. Dus neem zeker een kijkje en gebruik code KRIJN voor 5% korting op het hele assortiment. Zelfs op een Boosterbox zoals deze. We beginnen met de Walking Wake. Als ik weet heb je ook van deze Pokémon een super vette kaart waar wij nog naar op zoek zijn. Dan is daar de code kaart. Gaan we eentje naar achteren. Fighting. Wat is daar? Dark. Bij een Boosterbox moeten we natuurlijk alleen doen met de pakjes. Maar stel je voor dat je nou bij een Boosterbox ook gewoon een aparte codekaart had. Dat je een hele Boosterbox kon claimen in het TCG Online game. Dan hebben we daar de Cinchino kaart. Ik kan me niet herinneren dat ik deze al eerder heb gezien. Delcatty. Maar we moeten er ook niet al te snel doorheen gaan natuurlijk. Want deze set is nieuw. En dan zitten gewoon zoveel leuke arts tussen. Net zoals deze Solossus. No way, we hebben gewoon een Raging Bolt EX. Super toffe pool. En ook hier heb je gewoon een pack art van. Kijk dan jongens, dat ben ik helemaal gewoon gelijk. Met een hele toffe kaart. Hier zitten niet heel veel sleeves in. Ik hoop dat het er genoeg zijn. Wat een begin. Die first pack magic gebeurt niet al te vaak. En ik zelf heb dus nog geen map aangeschaft om de set in te stoppen. Dus ik heb alle kaarten van de vorige opening ook nog los liggen. Welke binder zal ik kopen hiervoor? Is er een binder specifiek van Temple Forces? Laat het even weten in de reacties. Grass. Oh, het is elektrisch. Dus daar Mudbray, Gastly, Finizen, Dunspers, Iron Threads, Boxed Order. Lijkt erop dat dit iets is wat met een bezorgbusje meegaat. Neem maar daar Rubble. De evolutie van Cutiefly die ik laatst als shiny heb gepoeld in Pokémon Go. Prachtige Polyfin die een goede punch kan geven. Met daaronder Cottony en... Oh! No way! Raging Bolt! Dit is Raging Bolt time! Twee pakjes, twee Raging Bolts. En deze keer hebben we ook gewoon een Raging Bolt pack geopend. Dus wauw. Back on back een ancient legendarische Pokémon kaart pool. En dan nu de Iron Leaves. Waar we natuurlijk ook een Elite Trainer box hebben opengemaakt. Als ik sowieso moet kiezen tussen Iron Leaves of Walking Wake. Vind ik Iron Leaves wel leuker. Ook gewoon de mooiere Elite Trainer box. Dus daar, de Code Guard. Geef mij dan nu Fire. Dan hebben we daar de hele schattige Grubbin. Frostmoth, ik begin het er koud van te krijgen. Maar we mogen op zich wel afkoelen hoor. Het gaat echt al onwijs goed. Dan is daar een Unfazant. Boxed Order. We hebben natuurlijk de box ook niet door elkaar heen geschud. En zover ik weet is een Full Art gegarandeerd in een Boosterbox. Ik ben heel benieuwd wat er nog in de rest van de box zit. We hebben daar een hele, hele mooie art van Croconaw. Die heb ik nog niet. En onze eerste Holo Macargo. Ik ben wel echt mega hyped om de map te bestellen en om de kaarten erin te doen. Ik doe dan altijd een muziekje opzetten. Ik haal Pokelector erbij. En dan kan ik gewoon urenlang lekker, relaxed de kaarten in de map stoppen. Grass. Ik moet je zeggen dat ik dat naast de community en het ontmoeten van jullie en het ruilen eigenlijk wel het allerleukste vind om te doen. Gewoon die kaarten in de map stoppen, de verzameling completer maken. En daar is weer Metagross. We hebben hem al een keertje. Nu hebben we hem nog een keer. En dan is daar Mirrodinho Reverse. Seedot. En de Iron Valiant Holo. Als je mij vraagt, wel de gaafste holo-kaart van de hele set. Zo weet ik nog dat ik in de zomer van 2023 gewoon buiten zat. Code card. Grass. Met de vriendin om 151 in de set te stoppen. En het was gewoon de grootste vibe ooit. Want we sparen allebei de set. We konden elkaar ook gelijk helpen met ruilen van kaarten. Kaart in de map stoppen. Ik had ook nog een toploader map. Dus dat was een grote klus om het te doen. Nou, dan zet je gewoon een lekker muziekje aan. Gezellig. Met iemand erbij. Dat was echt zo'n grote vibe. En dan hebben we... Gewoon hoe klein die Cutiefly is met de Piggy Pack. Ze zijn allemaal wat water aan het delen. Oh mijn god, die is schattig. Die is schattig. Yo, hey, dit is pas het vierde pakje. Besef gewoon hoeveel geluk wij hebben uit deze Boosterbox. Ik kreeg zelfs nog te horen van fans van Yamakards dat de poolrates niet zo goed zijn uit Boosterboxen. Nou, ik ga jullie vandaag het tegendeel bewijzen hoor. En als er vandaag pools tussen zitten waarvan jullie zijn van ja, stuur die naar PSA. Laat het dan aan me weten. Ik ga sowieso de Metagross naar PSA sturen als ik een pool. Dan zit hier onder Fighting. En wat is nou eigenlijk de beste kaart die je uit een set kan halen? En met beste bedoel ik natuurlijk de kaart die het minste gepoeld wordt. Die wellicht ook het meeste waard is. Die het meest gezocht is. Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb namelijk echt geen idee. Omdat ik gewoon nog niet echt goed heb gekeken naar de set. Dan hebben we daar Keldeo. Girafarik. Finizen. De Dolfijn. Met daaronder Iron Thorns. Ik weet zeker dat Pim deze kaart wel echt heel erg leuk vindt. Ja, jij denkt aan Cress, hè?
Nee, het was water. We hebben daar Duotion, Haunter, Pikachu, de meest schattige Pikachu-kaart ever. Gastly en Haunter. Oké, alleen nog maar Gengar. We hebben daar Boltund, Nuzleaf, Carvana, de Piranha Pokémon. No way! Iron Crown EX! Is dat jouw naam? Ik dacht dat je Henk heette, maar het is dus blijkbaar gewoon Iron Crown, jongens. Kijk dan, wat vet! We hebben jou gepoeld, dus laten we ook gewoon gelijk nu overgaan naar deze Iron Crown pack. Eén ding waar ik trouwens mee zit, met het sparen van deze sets spaar ik op dit moment wel echt meer dan 10 sets. En de sets waar ik op dit moment de meeste waarde aan hecht zijn 151, Crown Zenith, Evolving Skies en een paar andere sets die ik wel al compleet heb. Rush! Maar er zijn ook zoveel sets zoals Brainstars, Lost Origin, Silver Tempest, waar ik nog zoveel van moet sparen. Oh my god, daar is mijn tank, die is zo cute! Ik ga deze set zeker wel sparen, maar het zal denk ik nog lang duren voordat ik deze set en een hele hoop andere sets die ik probeer te sparen echt compleet heb, want het wordt gewoon steeds meer en meer en de sets blijven maar uitkomen. Hoe grappig zou het zijn als ambulance gewoon arriveert met gewoon zo'n rescue skateboard. Neem maar daar, de Mr. Meme als reverse. En de Roaring Moon. Ik neem mijn woorden terug. Deze is vetter dan de Iron Valiant. Het moet je zeggen dat het alweer even geleden is dat ik een boosterbox heb geopend, maar Paradox Rift is ook alweer een paar maanden geleden, jongens. Dat was alweer november, zover ik weet. Dan zit hier onder fire. Daarom ook dat ik eigenlijk super leuk om mijn eigen boosterbox te maken. En ik denk dat ik dat weer ga doen met de nieuwe special set die uitkwam. We hebben daar de handtrimmer. Nou, die heb ik niet meer nodig, zoals jullie zien. Dit is daar Rapska. Rapska, de evolutie van de Meskaver. Ponyta, Golurk. Oeh, deze Golurk kaart is vet. Er zitten zoveel kaarten in de set. Deze heb ik nog niet eens eerder gezien. Oh, en we hebben weer Iron Thorns. Mijn hart ging even tekeer. Ik ben benieuwd. Ik loop dit dus nu gewoon zelf in het echte openen. Maar is die spanning ook zo erg aanwezig op jullie beeldscherm? Ik hoop het wel, want het is ook een echt mega spannend. Elk pakje dat ik openmaak is gewoon één grote trill. Dan zit hieronder Fighting. Oh, yes! Karkol, karkol. Dan hebben we daar Gruffle, Finizen. En ik heb dus een heel leuk video die ik met jullie wil delen. Ik heb namelijk een pas van de arcade met superveel tickets erop. Ik wil heel graag met een fan een hele hoop spelletjes doen en daar een Pokémon box van halen. Laat me weten wat jullie ervan vinden. Ik vind het echt een super tof idee. Dan hebben we daar mijn tank. Oh, het is iets. Mijn ogen gaan dicht. Jullie zien het als eerste. Woe! Iron Boulder. Wajo, ik wist ook niet van het bestaan van deze future kaart. Oh, man. Ik hoop echt dat ik over een tijdje wat meer kan praten over deze Pokémon's. Ik vind hem er echt heel erg vet uitzien in ieder geval. Bolpunder. 3 EX's, een illustratiekaart en gewoon een full art. Dit gaat wel echt heel goed. Of ligt het erbij? Nu hebben we daar code card. Gaan we eentje naar achteren. Fire. En dan weer fire. Misschien is dit gewoon de reden waarom het zo goed gaat. We raden continu de energiekaarten goed. Wow, ook voor het allereerste Turtonator. Kijk hoe erg die er als een baas op staat. Hoed, Beldum. Oh my god, Beldum met tank, met de gros. Ik ga je even apart leggen. Ik wil die volledige evolutielijn naast elkaar hebben. Bianca's Devotion. Hier heb je ook een hele vette special illustratiekaart van Rudy Clush. Totodil, Latios. Oh my god, waar is die Latios? Ik hoop dat die er ook in zit. En Relicant, de prehistorische vis. Fighting. Nuzleaf, Mineko wou ik zeggen. Het is Minchino. Een superleuke fotografeerd poppetje. En ik heb dus gezien bij Pokepapa dat hij een keer een video had gemaakt waarbij hij dus poppetjes van Pokémon had gefotografeerd op een creatieve manier. En ik moet je zeggen dat ik hem echt superleuk vind. Dus ben je benieuwd? Check dat dan zeker uit. Ik weet zeker dat Fangar dit geweldig had gevonden. We hebben daar Torraket. En het is de Litten. Het is de Litten. De katjeskaart. De katjeskaart is binnen. Ik had geen idee dat die in de set had. Maar kijk dit jongens. Alles is gewoon een kat. Hier heb je een kat slaapplekje. Hier heb je een kat schilderijtje. Hier heb je een katboekje. Hier heb je de aanval fake out. Nog een kat die aan het slapen is. Nog wat visjes die rondzwemmen. Dit is gewoon katten Valhalla, jongens. Oh my god. Wat is deze kaart ziek. Weet je, ik was aan het twijfelen of ik de set zou sparen. Maar ik ga na deze opening meteen een map bestellen. Alle kaarten in de map stoppen. Ik moet deze set sparen. Ik had niet verwacht dat het zo goed zou gaan. Oh my god. Ik ga weer eentje naar achteren. Ik vind het zo chill dat het gewoon één naar achter is. Ik ben er wel gewend aan geraakt. Fighting. Oh, de Steel. Snake. Turtwig. Puchena. Wiglet. Wow, we moeten nog steeds die Torterra poelen. Ik hoop echt dat die EX er ook nog eens in zit. We hebben daar Shroomish en Breloom. Allebei als reverse. Nu al in de pocket. Grass types zijn altijd de eerste types die in de map gaan. Dus dat is fijn om te weten. En zowat daarnaast kan de Whimsicott. Ja, want hoe doen jullie dat eigenlijk als je kaart in de map stopt? Ik doe alle types gewoon bij elkaar leggen. Doe ik al een beetje in mijn hoofd filteren welke kaart ik wel of niet heb. Als ik dan 5 keer een Turtwig tegenkom, dan leg ik de rest alvast aan de kant. Grass. Oh, dan is dat Psychic. Ik doe mijn common kaarten alleen niet checken welke nou de beste centering heeft. Ik pak gewoon de eerste die ik zie en die gaat dan de map in. Dan hebben we daar Latias, Asian Booster, Dunsparce als reverse. Je bent bijna bij de diamantjes. Mareel, onder water. Hou je adem nog even wat langer in, want we gaan nu over
Naar de Ferelligator. Oké, nice. Heel tof. Wauw, de pols die we er nu uit hebben gehaald, heb ik in het verleden wel eens gewoon uit een hele boostbox gehaald. Dus dit gaat echt onwijs goed. Dan hebben we daar fighting. En met wie zou jullie nog heel graag een collab willen zien? Ik moet je zeggen, er komt sowieso nog één toffe samenwerking aan die niet hier thuis gefilmd wordt. Ik ga naar iemand op bezoek. Het was alleen een beetje lastig met plannen vanuit beide kanten. Maar er komt nog een toffe Temple Forces Battle aan. We hebben daar Melmetal, Delmice en... Bruh. Iron Leaves. Ik ben ook in het groen. Let's go. Helemaal in Iron Leaves thema. Dan is daar Code Card. Maar eentje naar achteren. Fighting. Santa Scourge. En... Gouching Fire. Dit is de eerste EX die ik nu dubbel heb. En toen waren er twee. Code Card. Fighting. Oh, dit is ook nog fighting ook. Grubbin, Frosmof, Noctal. En kunnen jullie al geloven dat het gewoon alweer bijna april is? Dus daar, Mortis Conviction, Haunter, en Mirrodin. Het kan aan mij liggen omdat ik gewoon heel veel dingen doe in het dagelijks leven. Maar het is voor mij letterlijk gisteren dat het nog 2024 werd. We hebben daar de codecard. Gaan we eentje naar achteren. Fighting. En het wordt niet drie keer fighting achter elkaar. Pineco, ik vind hem echt super schattig met die oogjes. Mawile met een tandenstaart. Ik weet niet waarom, maar ik heb deze Pokémon altijd maar een beetje eng gevonden. Dan is daar Meditite, Explorer's Guidance. Met de Iron Hands, Mortis Conviction, Noctowl, Boltund. Oeh, ik had gewoon bijna het idee dat het een baby shiny was. Dit vind ik een hele vette holokaart. En hoe gaat het verder met jullie? Beginnen die zomerkriebels er al een beetje in te komen? Ik ben vandaag ook gewoon naar de winkel gegaan. Op de fiets, zonder jas aan. Precies wat ik nu aan heb, had ik toen ook aan. Fire! En het was te doen omdat het gewoon meer dan 15 graden was. Ik moet er wel weer aan wennen. Heel die wintertijd hebben we natuurlijk achter de rug. Maar wat ben ik blij dat het weer een beetje lekkerder weer wordt. En dat betekent ook dat we gewoon weer wat unboxings buiten gaan doen. Daar heb ik pas zin in. Dan hebben we daar Drillbur, Meltan. Alweer de Ferelligator Holo. Oh, het stapeltje aan bulk begint al op te stapelen. Ik ben zo hyped om die bulk uit te sorteren. En als ik dus weer bij een event sta, zal ik al mijn dubbele bulk meenemen om gratis uit te delen. Ik help jullie heel graag met je collectie. Fighting! Want ik weet, niet iedereen kan zoveel pakjes openmaken als dat wij hier doen op dit kanaal. Ze sliep heden, Maril! Want ja, het blijft wel gewoon een hele dure hobby. Rapska, Mist Energy. Krijgen we deze misschien als paarse kaart? Salzbuk. Batrial, elektrische power! Wow, yo, die is vet. Ik krijg er zelf gewoon warm van. Ik ga gewoon even mijn vest uit, jongens. Oh mijn god, let's go! Ook vet dat ze gewoon door blijven gaan met die Terra-kaarten. Ik vind ze super leuk. Dan hebben we daar Metang. Ook die leggen we aan de kant. Nog één Metagross. En dan kunnen we eindelijk die hele evolutielijn gewoon beschouwen. Oh, en dan natuurlijk nog de Metagross illustratiekaart. Ik ben mega blij dat die Pokémon nog zoveel love krijgt. Want naar mijn mening is het echt een underrated Pokémon waar niet zo heel veel mensen fan van zijn. Nu moet ik je wel zeggen, Pokéjan, shout-out naar jou, want dat is ook jouw favoriete Pokémon. We hebben daar Raichu die aan het slapen is. Oh, weer een Roaring Moon. Dat zag er even uit. Dat is heel vet. Met daaronder Brambleghast en de Fire. Zo fire was het niet. En claim de codecard snel. En ik weet zeker, zelfs met het openmaken van deze boostbox, dat we nog een lange weg te gaan hebben voordat we de Master Set hebben. En daarom heb ik gewoon nog niet zoveel Master Sets. Fighting! Als ik het nu uit mijn hoofd moet vertellen, heb ik Champions Path, Shining Legends, Steam Siege en Obsidian Flames als Master Set. Obsidian Flames was niet al te moeilijk, daar zaten niet mega veel arts in. Dus daar Shiftry, Bianca's Devotion, Iron Juggles, Golett. Woehoe! Wow! Snom is omgedraaid! Mons, jullie zien het! Nou kan je de Pokémon ook goed zien. Mons, Snom, Mons, Snom, Snom, Mons, Snom, Mons, Snom, Mons, Mons. Let's go met de Powder Snow aanval. Dit is echt zo cute. En wauw, het begint al steeds meer realistischer uit te zien. Stel je voor, het is winter, je bent buiten aan het lopen in Noorwegen en je komt gewoon ineens een ijspegel Pokémonnetje als deze tegen. Wat schattig. Eentje naar achteren, fighting. Ah, oh, dank. En een klein oproepje. Als een van jullie mij kan helpen met een van deze kaarten, stuur me dan een berichtje. Ik heb van 151 namelijk nog Wartortle, Ninetales en de Charizard illustratiekaart nodig. Dat zijn geen goedkope kaarten. Ik wil ze het liefst ook traden, maar mocht je hem verkopen, mag je me ook een bericht sturen. @Krijn. En dan heb ik ook nog van Crown Zenith de gouden Giratina nodig. Met die vier kaarten heb ik weer twee Master Sets erbij. Het wordt denk ik lastig om ze nog te poelen en ik ga ook geen openings meer doen van de set. Met daaronder Mighty Yena. Wat een mighty kaart. En... deze is voor Daniel. Daniel, deze krijg jij van mij. We hebben de Torterra EX te pakken. Let's go! Ik heb het je beloofd. Deze kaart gaat zo snel mogelijk naar jou toe. Het is echt makkelijk, want je woont best wel dichtbij. En dan kan je wel zeggen van... ja, maar Krijn, je hebt er nog maar één keer gepakt. Waarom hou je hem niet lekker zelf? Nou, heel simpel. Omdat ik het Daniel gewoon gun. Je moet niet alles voor jezelf bewaren. Dan hebben we daar codecard. Gaan we eentje naar achteren. Fire. Daarom vind ik het ook zo leuk om giveaways te doen. En dan hebben we ook al meteen Groffel. Nou, die ga ik erbij leggen. Want die had hij ook nog niet. Hij heeft alleen maar Turtwig gekregen van mij. En nou poelen ze gewoon allebei achter elkaar. De Heavy Baton.
Mist Energy, Sandy Shocks, Turtonator, Chatot, Sugar, Glitter Pop, My Pauline, maar ook van jullie. En... Oh, what the hell, yo! Is het nou gewoon een errorbox? Ik heb geen idee, maar top, alweer een full art, alweer een full art! Hey, ik wil niet veel zeggen, maar we hebben al meer dan 10 pulls eruit gehaald, denk ik. We hebben natuurlijk maar één sleeve, maar moet je kijken hoe vet deze kaart is. Ik vind de full art van deze set er echt mega clean uitzien. Maar dat vind ik alles vanaf de eerste kaart de Violet set. Stel je voor dat deze dan ook nog eens shiny was en al de wind groen. Ik tel letterlijk gewoon al 11 pulls die we uit deze boosterbox hebben gehaald. En zover ik weet is dat gewoon bovengemiddeld. Kijk, dat bij Paladin Fates gebeurt, dat is logisch. Press. Want daar was de kans dat je een pull kreeg echt gewoon 1 op 2. Met natuurlijk die baby shinies. Dan hebben we daar Cutiefly, Drillbird, maar gewoon een set zoals dit. Ja, meestal haal je uit de boosterbox maar 8 pulls of zo. 10 pols als je geluk hebt. Alweer de Snom. Ook in de sneeuw. Super cute. Excadrill. En een Fluttermane. Hier heb je dus die hele mooie promokaart van. Nog een Conkard. Van Steel. Oh, we kunnen ook al geen geluk hebben hiermee. Minchino. Rockruff. Ik vind het wel grappig dat er een goede combinatie tussen zit van warme zomerse kaarten en winter. Shroomish, Shaman, maar misschien komen die Pokémon wel uit regio's waar het gewoon altijd koud is. Beldum als reverse, die gaan we even mooi apart houden. Groffel als reverse, nou, die gaat weer lekker naar Daniel toe. Nee toch? Zag ik dat nou goed? Nog een full art! Nog een full art! Nog een full art! Walking Wake! Walking Wake! Walking Wake! Ik weet niet waar het geluk vandaan komt, maar dit is gewoon al de derde full art die we pakken uit de boosterbox. Terwijl we ook gewoon al 3 van die illustratiekaarten en we hebben al meerdere EX's gepoeld. Het enige wat vandaag nog af zou maken is als uit één van deze pakjes nog een special illustratiekaart zit. Want zoals jullie zagen was het uit de Elite Trainerboxen wel gelukt met die gouden Iron Leaves Grass. Het is nou een weekenddag, maar ik heb zoveel zin om hierna gewoon meteen door te racen naar een winkel om daar een map te kopen. Ik zal ook gelijk even kijken bij de website van Yamacards of ze iets vets hebben. We hebben daar Behem en weer de Roaring Moon. Nog maar 5 pakjes te gaan. Ik had zin om een gold pack te maken, maar we sturen zo erg door die pakjes heen dat we het gewoon normaal gaan openmaken. We openen gewoon de boosterbox weer een keer normaal. En wil je nou eindelijk zien dat ik mijn vorige record van een boosterbox speedrun ga verbreken? Laat dan even dat blauw duimpje achter. Bij de 150 likes openen we gewoon nog een Temporal Forces boosterbox die we in minder dan 4 minuten gaan openmaken. Oh, oeps, ik had hem al gezien. We hebben daar Medicham, Tranquil, Mr. Mime, Rijtjes, Krimtel, Paton. Als u... Wat? Ik heb een error boosterbox. Dit moet een error boosterbox zijn. No way, Walking Wake in het goud. Dumbfairs. Wat de hel. En ik vond het er net nog over. Ik heb het weer voorspeld. De voorspellingen zijn gewoon weer aangebroken. Oké. Ik had het niet verwacht, maar we hebben weer nieuwe sleeves nodig. Oké, dan gaan we nu over naar de Walking Wake. En als hier nog een Walking Wake in zit, dan ga ik die Pokémon naam gewoon niet in mijn hoofd krijgen vandaag. Oh mijn god. Wat is dit nou voor luck? Grass. Oeh, psychic. Sisslipede, Marill, Golett, Mudsdeel. We hebben gewoon letterlijk al 2 gouden kaarten. Hoe kan dit nou? En Iron Valiant. Het maakt me allemaal niks meer uit. We hebben nog 3 packs te gaan. Nog net geen art setje. En over art sets gesproken. Ik heb het al bij Pelny & Fates gedaan. Die set heb ik echt al 80% compleet. Ik heb alle promokaarten, maar ik heb dus ook elk pakje 1 keer in mijn map zitten. Fighting. Dat is water. Nu ga ik dat ook met deze set doen. En dan wil ik eigenlijk met elke opkomende set doen. En ik wil zelf proberen om van sets die ik op dit moment spaar, gewoon zo'n art setje te verkopen. Dan hebben we daar Coraiden. We begonnen met Raging Bolt, dus we gaan er ook mee eindigen. Nu gooi ik hem wel naar achteren, maar ik ga hem 100% wel bewaren. Cold card, mijn kast is wel echt heel erg vol. Grass. Maar zo'n tinblik past er precies perfect in. Dus bijna elk tinnetje wat ik heb liggen op mijn kast zit ingepakt met zo'n boosterbox. En dan hebben we daar Latias, Great Tusk, Bronzong. Hebben we nou serieus gewoon geen Latios in deze set? Minchino, Medicham. Oeh, en de Dunsparce. Oké, die spannende muziek mag aan. We zijn er echt als een gek doorheen gereisd, maar we hebben ook echt gekke pulls gehaald uit deze box vandaag. Ik ben echt mega tevreden, blij, dankbaar. Noem het maar op, we hebben ook gewoon al bijna de 10.000 abonnees. Fighting! Nu is het wel grass. En vergeet niet, als we dat halen, ga ik gewoon het base pakje openmaken van Venusaur. Hier is hij, nog helemaal in seal. Ik kan echt niet wachten. En wil je nou weten wat het pakje heeft gekost? Laat het dan weten in de comments. En als je ongeveer het juiste bedrag zegt, dan zeg ik dat tegen jou. Dan hebben we daar Ekans, Turtwig, Buchena. Ik kan je vertellen, het was niet goedkoop. Dan hebben we daar Roserade. Galdeo, die over het water kan rennen natuurlijk. Iron Jugglis. Nee. Het enige wat vandaag nog compleet kan maken is een nieuwe paarse kaart. En kijk eens wat we hier zien. Dat kan toch niet? Mijn ogen gaan dicht. Jullie mogen er wel als eerste zien. We hebben een paarse
Ace Spec Mist. Oeh, Reboot Pot. Met daaronder nog een Skiddy en de Fluttermane. We eindigen gewoon met weer zo'n paarse knaller. Die hopelijk in een van mijn decks kan. Nu moet ik wel even nog wat decks gaan bouwen. Want ik speel nog niet zo heel veel in de TCG. Maar wat de hel, jongens. Kijk gewoon naar alle bossen die hier liggen. Ik ben echt mega blij met wat we er vandaag uit hebben gehaald. En nou zijn mij dan vragen van Krijn. Wat is je favoriete kaart? Dan moet dat 100% de Snom zijn. Vond je een leuke video? Like, abonneer, zet dat belletje aan. 150 likes voor gewoon weer een boostbox speedrun. Klik ook zeker op deze video van Temple Forces. Superleuk avontuur. Gaan we weer tegemoet. Ik hou van jullie. En tot de volgende keer. Woe!